dat vond ik ook een mooie switch. Want je bent totaal iets anders gaan doen. Je bent op een gegeven moment in de zorg gaan werken. Klopt. Maar hoe heb je die... Want van niet meer voetballen naar de zorg, dat is volgens mij... Het zijn twee aparte werelden. Ja, het zijn twee aparte werelden. Het is ook helemaal niet logisch of zo. Als je gaat kijken naar de switch. Ja. Maar als ik ga kijken naar... Zeg maar de angst die ik had... Om echt de allereerste keer op de werkvloer te gaan staan. Daar was die beseffen van me van... Pik, jij moet nog zoveel leren. Hoe zat je angst dan om op de werkvloer te gaan? Omdat... Het was sowieso iets wat ik nog nooit had gedaan. Ongeacht ik natuurlijk de cursus had gevolgd. Ja. En de dingen had gedaan wat ik moest doen om dus op de werkvloer te staan. Maar wat voor ene... Ik wist niet waar ik die power vandaan moest halen om nou echt dus die job te gaan feesten. Terwijl mensen zouden dat hebben. Bijvoorbeeld op het moment dat ze voor het eerst in een vol stadion gaan voetballen. Of gaan optreden voor 30.000 man. Snap je? Ja. En ik had dat nu. Omdat ik nu een normale job ging feesten. Snap je? Ja. En ook nog niet wist wat me te wachten ging staan op hetgene wat ik ging doen. Want ik wist wel dat het werk wat ik ging doen is vrij intensief. En kan heel confronterend zijn. Je kan het meenemen naar huis. Dat was natuurlijk dingen waar ik allemaal op voorbereid was. Ja. Maar ik ben van nature en wat ik denk van mezelf niet een heel angstig persoon indirect. Ja. Maar ik had wel... Ik was super angstig om dus de eerste keer op de werkvloer te gaan staan. Ja. Maar ik kan je vertellen, de allereerste keer toen ik ben gaan staan, ook die eerste dag, ik ging dus met een soort van gek gevoel van, wacht even, ik vond dit leuk. En wat vond je leuk dan? Het feit dat ik meteen, zeg maar, actie kon ondernemen naar iemand waar ik zag van, hij heeft mijn hulp nodig. Ja. En misschien weet ik nog niet exact welke hulp ik hem moet bieden, maar ik ben wel die guy die hem die hulp kan bieden, snap je? Ja. En ik merkte dat ik daar voldoening uit haalde. Je kon weer naar de basis. De mensen willen helpen. Ja, blijkbaar is dat gewoon iets wat... Het zit in jou. Juist. Op welke manier, dat geef je goed gevoel. Ja, begrijp je? Het geeft mij... Is die rode draad. Ja, ik ga daar gewoon goed op. Ja. Maar nu doe je iets maatschappelijks waar je mensen ook goed mee helpt. Maar ik heb begrepen dat je familie zit ook in de zorg. Dat was dus de reden waardoor zo'n overstap makkelijk voor je was. Juist, precies. Ik ben natuurlijk opgegroeid met tante Helen als verpleegkundige. Ja. Dat is iets wat je vanuit huis uit meekreeg. Ja. Dus als wij als kleintjes thuis pijntjes hadden, dan het eerste waar we naar tante Helen gingen, omdat we wisten, tante Helen... Tante Helen die zuster, ja, begrijp je? Dat is wat we wisten toen de tijd. Begrijp je? Ja. Tante Sandra, altijd zorg. Oma Marlene, dat is de moeder van Helen, Sandra en Drenthe. Ja. Mirjam is mijn moeder, Sandra is de oudste zus en Helen is de middelste zus. Maar die werkte ook allemaal in de zorg. In combinatie met hetgene wat ze allemaal leuk vinden. Het koken en weet ik veel allemaal. Maar het was wel een combinatie. De basis was wel altijd zorg. Dus ik heb dat wel altijd meegekregen vanuit thuis uit. Maar zit je dan aan tafel en dan zegt je moeder of je tante... Hey, je bent toch klaar met voetbal. Waarom probeer je niet in de zorg? Hoe gaat zo'n gesprek? Hoe komt Royce Drenthe aan het onderwerp? Nee. Hun zijn niet degene die zeg maar, het stukje zorg in mij hebben aangewakkerd. Dat is echt een... Op basis geweest van heel veel vrienden van mij zag ik het doen. Ja, Jeremy toch? Juist. Ja. Ik zag ze het doen en ik wist dat ze het deden. Ja. En hij heeft me toen ook aangewakkerd om alles te gaan doen. Maar hij is bijvoorbeeld niet degene geweest die mij zeg maar... echt als eerste die push heeft gegeven van ga jij eens werken vriend. Begrijp je, ga eens nou de eerste keer die kant op. Dat was een andere vriend van mij, Elias, die zat met mij aan de telefoon. Ja. Hij zegt, Pik, je hebt die papieren toch? Ja. Ga nou eens gewoon een keertje. Hij zegt, ga gewoon een keertje. Hij zegt, en als je het niet leuk vindt, dan kan je altijd nog zeggen van, ik vind het niet leuk om te doen. Ja. Want je had die papieren al gehaald. Ja, precies. Okay. Maar Elias is echt degene die het aan me heeft aangewakkerd om echt... Charlotte Elias! om echt de eerste keer op werk te vloeten, bij vloer te gaan staan. Dus nu ben je, zeg maar... En wat doe je dan precies dan? Want zeg maar, je zit... Zorg, ondersteuning en beveiliging. Oké, okay, dus zeg maar wanneer op de psychiatrische afdeling iets... Op de psychiatrische afdelingen. Wij zijn degene die ook holdings mogen toepassen op het moment dat het moet. We zijn er zeer zeker... We zijn er voor de extra hulp van mensen die daar al aan het werk zijn. Op het moment dat er... Ja, waar wij eigenlijk zeg maar onze veiligheid extra kunnen bieden. Ja. En natuurlijk ook die zorgondersteuning op het moment dat... Ja, een cliënt medicatie moet binnenkrijgen en het oraal niet wil doen. Dan kan het zomaar zo zijn dat het onder dwang moet en dat soort dingen. Ja. En daar zijn we er dan. En daar
Moet je dat leer ook spuitjes geven en zo? Nee, ik persoonlijk zelf geef geen spuitjes. Ja. Maar we hebben wel natuurlijk al die mensen die natuurlijk van dat soort kaliber zijn op dat moment. En wij zijn er dan om dan die extra hulp te bieden, zodat dat goed verloopt. Ja, vet. En zeg maar, en dan, want je komt vandaag uit de nachtdienst. Dus je hebt gedraaid, tot hoe laat heb je gewerkt? Ik heb gedraaid van 11:15 tot 7:45. Ja. Ben ik gaan slapen thuis en ben ik naar jou gekomen. Lobby man, bro. Maar word je daar ook, volgens mij word je gewoon, je komt binnen. Echt Royce te dreten? Kan. Gebeurt het ook? Kan. Verschillende situaties. Het is natuurlijk elke dag anders. Komen natuurlijk mensen binnen. Komen natuurlijk nieuwe cliënten binnen. Je weet niet wat er gebeurt natuurlijk. Ja. Snap je? Ja. En soms heb je natuurlijk zulke psychotische mensen of zulke manische mensen. Maar ook in die zie je gewoon dat ze mij herkennen. Ja. Doordat ze waarschijnlijk in 2008 hebben gejuicht toen ik Deportivo La Coruña uitspeelde bijvoorbeeld. Ik geef maar een voorbeeld. Snap je? Het zit daar. Ik ben zijn lichting. Ja. Snap je? Ongeacht hij dit nu meemaakt in live. Ja. Dat is die niet vergeten. Maar dan probeer ik mijn balans daarin te vinden. Snap je? Ja. Je hebt ook gewoon cliënten die willen gewoon praten met mij om het feit dat ze weten dat ik die guy ben. En dan zeggen ze het ook gewoon nog in hun toestand daar. Van echt ziek man. Ik zit gewoon naast Royce en Drenthe. En wat voor geeft het je dan? Op dat moment is het lastig te managen om het feit dat ik weet in welke situatie hij daar is. Ja. Ze zijn er niet zomaar. Maar ik kan toch dat gevoel opwekken. Dus ik weet dat dat ook een soort van power is in mijn job op dat moment. Ja. Snap je? En dat ik daar toch gebruik kan maken ten opzichte van heel veel cliënten. En het ook nog eens een positieve werking heeft. Ja. Bijzonder, maar ik vind het mooi, man. Dat je hoe jouw leven zo alle kanten gewoon laat zien. Je maakt nu kennis met de maatschappelijke kant die je voorheen niet persoonlijk zelf hebt ervaren. Wel indirect via je tante Helen, via je moeder. Maar nu zit je er zelf in. Ja. Je hebt dat je mensen helpt, maar je bent altijd die guy geweest die ook mensen hielp. Ook toen je heel vermogend was, ging je mensen allemaal geld geven om te helpen met goede bedoelingen. Ja. Bizar, hè? Hoe is dat allemaal, zeg maar. Je bent gewoon een lieve guy die gewoon mensen helpt. Dank je wel, man. Ja, nou, maar dat is de essentie van het hele verhaal. Zeg maar, je geeft heel veel. En nu moet je ook aan jezelf geven, emotioneel. Jezelf. Ja. Ik zei al tegen jou aan het begin van de podcast dat het zeg maar vaak heel belangrijk is hoe iemand iets uitlegt. Snap je? Ja. En jij bent zo'n guy dat als je iets uitlegt, dan begrijp je het zeg maar ook. Ja. Maar ik gaf ook aan je aan. Ik ben wel een type jongen dat als stel je legt mij iets uit, kan het zomaar zo zijn dat ik het 1, 2, 3 keer niet goed begrijp. Ja. Snap je? En in die middenweg, zeg maar, dat is echt dat blijft zeg maar een dingetje om het feit dat als je zeg maar iemand niet begrijpt, ja, en iemand kan het ook niet goed uitleggen, ja, dan ben ik die guy die het zeg maar niet op kan nemen. Ja. Begrijp je? Maar en bij jou heb ik dat wel heel erg op het moment dat je dat uitlegt. Love, man. Ik had toen in je voetbaltijd bij je moeten zeggen, bro. Nee. Bro, ik had je gewoon zakgeld gegeven, man. Ik had gewoon letterlijk, had ik je gekookblokt, dan zou ik bellen, zeg maar, naar Real. Luister dan, Kiel. Luister. Hij gaat niet die money op zijn rekening krijgen. Hij krijgt per maand gewoon maar 20.000. Dat is het. En gewoon die bonus gaat hij niks van weten. Die tekengeld wat hij dan extra, die 5 ton, gaat hij niet eens zien. Die gaan we investeren. Dan gaan we vastgoed zetten voor die kill. We gaan aandelen voor die gast halen. Hij gaat niks zien. Al die andere dingen die je wilt kopen, gaat hij maar gratis krijgen. Sponsor deals. Broer, is dat moeilijk. We zouden vaak trommel hebben. Snap je? Maar ja, bro. Maar 20 jaar later denk je. Ja, precies.